In islam is het zo dat muziek niet toegestaan is, behalve zonder muziek, nou we moeten zeggen muziekinstrumenten, behalve de, ja, hoe heet het in het Nederlands, een soort trommel zeg maar, dat wel. En daar hebben ze dus allerlei andere varianten op gemaakt, dus zonder muziek, en nasheed noemen we die. En die heb ik dus een heel lijstje doorgestuurd gekregen van een zuster en die af en toe luistert die wel eens. En er was er eentje bij, die gaat over de dood. Ik vind hem wel confronterend met de dood en met de hel en met het paradijs. En dat je soms zo bezig bent met deze wereld dat je nog wel eens wilt vergeten dat er ook nog hierna iets komt. Ik vind hem wel confronterend. Wat dan precies? Het hiernamaals, denk ik. Dat we gewoon allemaal doodgaan, dat is het gewoon vooral. Het idee dat dit leven is niet. We leven alsof dit leven eeuwig is. We hebben allemaal plannen voor als ik 80 ben en als ik. Weet je wel, je denkt zoveel aan de toekomst, terwijl je misschien weer morgen wel dood. En dat vooral dat stukje, wat zegt hij dan? Wat zegt hij nou? Dat hij de mensen, dat is ook een overlevering, dat als je dood bent en je ligt in je graf, dat je de mensen nog bij jouw graf hoort staan en weg hoort lopen. En dat je dan dus echt alleen in je graf ligt gewoon. En dan pas beseft, dat hij zegt dan, they cry, not knowing I cry worse. Dus zij huilen, maar ze weten niet dat ik nog veel erger huil, want ik lig in dat graf en ik kom niet voor mijn God te staan en ik moet rekenschap afleggen over de dingen die ik heb gedaan. Dat vind ik, en dat zullen we allemaal meemaken. Ja, vind ik, ik weet niet, ik vind het mooi. Abil? Ja, in de islam, als je een keuze maakt, dan heb je daar een speciaal gebed voor. God zegen te vragen voor deze keuze. Dus als het een goede keuze is om het door te laten gaan, en als het geen goede keuze is, om dat dan